Een feestje op de grachten in Leiden. Daar zorgden spelers en staf van ZZ Leiden basketbal zondagmiddag voor. Anderhalf uur lang voeren ze in twee grote sloepen door het centrum om zich te laten toejuichen door de fans. Nadat ze afgelopen donderdagavond de derde wedstrijd op rij in de play-offs hadden gewonnen van Heroes Den Bosch. En daarmee werden de Leidse basketballers voor de vierde keer in de historie landskampioen. Zondag rond het middaguur gingen ze ter hoogte van de Pelikaanhof aan boord nadat ze waren toegesproken door sportwethouder Paul Dirksen, die ze uitbundig complimenteerde en feliciteerde met het behaalde succes. Een speciaal woord had hij voor Worthy de Jong. Jullie zijn ons allemaal even lief, maar er is één iemand die moeten we als Leiden even noemen. En dat is Worthy de Jong. Deze man is hier sinds 2010, volgens mij 2011. In zijn tweede jaar werd hij kampioen, 2011 in de tweede verlenging, ik kan me nog herinneren. Hij was met Montamagui, iedereen kotsend langs de lijn, maar wel gewonnen. 2013 was je erbij, je bent heel even in Frankrijk geweest kijken hoe het daar gaat. Maar toen kwam je snel weer terug naar Leiden. En Worthy, we hadden afgelopen oud en nieuw hadden wij een leuk gesprek online over sport en de impact voor de samenleving. En ik vind jou echt een rolmodel voor wat sport kan doen en hoe sport ook anderen kan inspireren. Je hebt er goede ideeën over, maar je leeft het ook vooral. En volgens mij ben je heel belangrijk voor dit team, voor deze club, sowieso al jarenlang. Maar ook voor de stad en voor de jonge generatie die nu opgroeit en die zo'n rolmodel misschien iets eruit pakken waardoor ze ook iets van hun leven maken. En daar wil ik je voor bedanken. En ik hoop dat we nog heel lang van je hier kunnen genieten in Leiden. Dus eenmaal applaus voor Worthy nog. De huldiging moest noodgedwongen plaatsvinden via een boottocht, zodat de fans niet massaal naar één plek zouden komen. En dat lukte prima. Op tal van plekken langs de route werden de boten toegezongen en met confettikanonnen beschoten. Sta op als je voor Leiden bent schalde regelmatig over het water. En ook de kreet echte helden komen uit Leiden kwam regelmatig in beeld. Een verwijzing met een knipoog naar tegenstander Heroes uit Den Bosch. Na een laatste uitgelaten ererondje bij de Duke of Oz, waar supportersvereniging de Blauwe Brigade zich had verzameld, werd de zegentocht beëindigd en kan de club zich op gaan maken voor het nieuwe seizoen.